Het voelt voor Martijn Koning niet prettig om in één programma te zitten met John van den Heuvel. Ik was bij de talkshow van Johnny de Mol en als eerste onderwerp kwam John van den Heuvel. Die wordt zwaar bedreigd door de Moikro-maffia en zo, dus die zit onder constante extreme beveiliging, vertelt hij in de Knorren-podcast. John zat tegenover Martijn. Hij kwam praten over het crimejaar en hoe het nu gaat met hem, omdat hij zo bedreigd wordt en altijd beveiliging bij zich heeft. Hij had het over Marco Borsato en zat tegenover mij, maar je zit tijdens de uitzending aan die weg met al die ramen erachter. Juist dat maakt het eng, legt de cabaretier uit. Ik zat dus de hele tijd te denken, stel die gast wordt nou beschoten, want hij wordt zwaar bedreigd, dan zit ik direct in de vuurlinie. Ik zat dat tijdens dat programma de hele tijd te denken, maar ik ken hem niet goed genoeg, dus durfde het niet tegen hem te zeggen. Wat wilde hij dan zeggen tegen John? Het is wel als grapje bedoeld, maar ik dacht wel tijdens de uitzending, als hij vanaf de weg wordt beschoten, dan zit ik gewoon vol erin en word ik ook geraakt. Ik wou zeggen, ik voel me best wel onveilig nu, maar ik wilde het niet zeggen, want ik ken hem niet goed en was bang dat ik een soort preek zou krijgen. Achteraf bleek dat Martijn niet de enige gast was die zich onveilig voelde. De zanger van Raccoon, Bart, zei, ja, ik boog een beetje met jou mee, want als er wordt geschoten, dan ging het eerst door jou,